in Sjaarloos allemaal. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Welkom in Sjaarloos. Ja, vandaag hebben we gezet dat het de dag van de afspraak is. Omdat we mensen willen wijzen op het feit dat ze een afspraak kunnen maken bij de stadswinkel. Nou, we willen mensen wijzen op het feit dat ze dus thuis van tevoren een afspraak kunnen maken. Dat ze niet zo lang hoeven te wachten bij de stadswinkel. We merken namelijk de zomervakantie voor de deur dat heel veel mensen nog snel hun reispapieren in orde willen maken. En nog snel even naar de stadswinkel willen. En dan is het vaak heel druk in de stadswinkel en dan moeten ze lang wachten. Dus het is veel handiger om eerst een afspraak te maken van tevoren. Nou, ze kunnen bellen naar 14010, het nummer van de gemeente Rotterdam. Of via internet kunnen ze een afspraak maken via www.rotterdam.nl/mijnloket. Nou, ik heb mijn nichtje die bij mij zou intrekken de afspraak laten maken. En dat is op internet uitgevogeld hoe dat allemaal moest. En de formulieren gedownload, ingevuld. En toen we hier kwamen was het fluitje van een cent. Nee, ik had geen afspraak. En nu? Nu word ik doorverstuurd naar de bibliotheek. En daar ga ik dan verder met mijn afspraak te regelen. Ja, op zich ben ik wel tevreden. Maar goed, ik maak heel incidenteel gebruik van de belgemeente. Volgende keer ga ik eerst bellen voor een afspraak. En dan vervolgens mijn zaken regelen. Het is wel positief. Het is natuurlijk wel beter. Er zijn niet zo lange wachttijden meer. Ze zijn toch dat ze sneller geholpen kunnen worden. Ja, ik heb wel een afspraak. We zijn vandaag bij de Rotterdam Street Battle op Sportplaza. En er zijn uit heel Nederland jongens hier naar Rotterdam gekomen om deel te nemen aan de Rotterdam Street Battle. Het is wel leuk, ik heb plezier aan skaten en de mensen. En we beginnen op de eerste spot zoals je hier achter kan zien op de ledge en de rail. Daarna is er een skatecross. Dan gaan er vier jongens doen een bepaald parcours afleggen en de snelste gaat door naar de volgende ronde. Deze locatie is heel goed. Vele combinaties van obstakels. Nou, SB Events organiseert dat en dat is mijn bedrijf. En in opdracht van TOS Thuis op Straat. Voor de eerste plaats is €150. Nou, we zijn hier in de Japanse tuin van het cultureel centrum Shofukan. En deze tuin die bestaat sinds 2006. Hij is toen aangelegd door Kees Owens. Met Japanse stenen, met Japans bamboe, met Japanse lantaarns. In die zin is die al uniek, maar hij is vooral uniek omdat het een theetuin is. Specifiek voor de Japanse theeceremonie. Ik ben zoiets in Nederland en eigenlijk zelfs in Europa nog niet elders tegengekomen. Dus het is heel bijzonder dat we zo'n tuin en zo'n theehuis hebben in Oud-Sjaarloos in Rotterdam. Voor het eerst, ja. Ja, de overburen die doen al een jaar of 10 mee. En ik zag dat er altijd heel veel aanloop was. En dan dacht ik, ja, dit is ook leuk. Kom hier ook eens een keer kijken. Dus ja, van daaruit tref het met het weer. En ik vind de ontmoetingen met de mensen ook erg leuk. Jaar geleden zijn we hier terechtgekomen en langzaam is het een sprookje geworden. Maar zoiets moet groeien, weliswaar. Je gaat je plantenkeuze kiezen, je gaat je sfeer kiezen. Ja, en zie je het resultaat? Het mag er zijn, denk ik, volgens heel veel mensen. Nu we weten dat de wielerwal vrijwel definitief weggaat, hopen we wel dat hij ook zo groen weer terugkomt. Want dat is wel iets wat wel verrijking geeft aan Rotterdam. Als u hier eenmaal komt wonen, kunt u hier ook blijven wonen. Hoeft u niet meer te verhuizen. Maar voor oudere mensen is dat toch een uitje, even over straat. Dat is een goede vraag. Wat is er veranderd de afgelopen jaren? Je kunt je onderhand afvragen, wat is er niet veranderd? Wat ik al zei, van in 1966 is het geopend, toen was het een bejaardenhuis. En dan moet je je bij voorstellen dat mensen zich inschreven op het moment dat ze 65 werden. En helemaal geen zorg nodig hadden.
En als je dat vergelijkt met nu, als je nu geen zorg nodig hebt, krijg je geen indicatie en kun je hier geen eens komen wonen. De oude locatie Zuidwijk is echt een gedateerde locatie met kleine woningjes van 24 tot 26 vierkante meter. Niet meer zo toegerust voor de toekomst. In deze woningen bouwt Aafje echt voor de toekomst met een appartement waar ook de nieuwe ouderen, als je dat zo zou mogen zeggen, of de ouderen van de toekomst, ook graag wil wonen. De mensen die in 1966 in het traditionele verpleeghuis woonden, die wonen nu allemaal in een verzorgingshuis zoals Joël Gimenanna. En dat betekent dat ook de zorg is meegegroeid de afgelopen jaren. Met die verstanden dat vroeger woonde je met 4 of 6 man in een verpleeghuis en nu heeft iedereen een eigen appartement. Als je kijkt naar de ontwikkelingen binnen de zorg, dan zie je dat er steeds meer thuis gebeurt. Dus mensen blijven steeds langer thuis wonen. En als je kijkt naar, kan dat dan ook met deze woningen? Dan kan dat heel goed. En dan zie je dat dat een aanwinst is voor hier en voor de ouderen in deze buurt.